We dachten dat het heel goed was om de L&D-professional in de zorg een keer een eigen event te geven. Die gaan vandaag met elkaar het hebben over werkgeluk, over impact. Hoe kun je nou impact op de werkvloer hebben als L&D-professional? Dat we zien dat werkgeluk en ontwikkelen en leren eigenlijk hand in hand gaan. Onderzoek gedaan met als doel de stand van zaken op het gebied van leren en ontwikkelen in kaart brengen in de zorg. De hele inrichting van L&D gaat op de schop. Het is best moeilijk om dat bij te benen. Meer naar een strategische rol in plaats van een uitvoerende rol. Meer eigen regie bij medewerkers en dat herkende de zaal ook wel. Zorgmedewerkers zorgen heel graag voor iemand anders, maar moeten ook voor zichzelf zorgen. Hoe help je ze daarbij? En ook mensen te stimuleren, medewerkers te stimuleren om ook herstelmomenten in te bouwen. Ik heb een aantal interviews uit documentaires laten zien van echte mensen in de zorg met echte verhalen. Dat heeft enorm geraakt. Dat is eigenlijk de stilte tussen de toon die de muziek maken. Dus als je je goed voelt, presteer je significant beter. Nou, ik ga zeker in gesprek hierop. Ja. Nou, in de workshop, daar heb ik tips gekregen die ik binnen mijn eigen organisatie kan introduceren. En ik vond het heel leuk om met andere collega's sparren over hoe doen jullie dit nou. Soms dan hoor je weer iets waarbij je denkt, hey, dat zou misschien kunnen passen bij de behoefte die er speelt. En pas je daar je aanbod weer op aan. Ja. Wat maakt dat brein van ons nu gelukkig? Ik vond het sublieme scholing. Ja, heel veel gelachen. Voor je enthousiasme en een hele fijne dag. Nou, als het nog eens een keer wordt georganiseerd, dan ben ik er weer.